En wat we zien bij hele lange gevangenisstraffen, als we het hebben over het stellen van een voorbeeld naar de maatschappij toe, zien we dat niet zo werkt. In Nederland is een levenslange gevangenisstraf ook echt levenslang. Dat wil zeggen dat je een straf krijgt opgelegd en wordt vastgezet in principe tot de dood erop volgt. Er was tot ongeveer in de jaren 80 was er bij de levenslange gevangenisstraf een uitzicht op vrijkomen, op vrijlating, vervroegde vrijlating, omdat eigenlijk in een gratieprocedure was vormgegeven. En sindsdien is die gratieprocedure eigenlijk in onbruik geraakt. Dus we zien dat er de levenslange gevangenisstraf nog steeds wel wordt opgelegd. We zien nu dat die gratieprocedure niet meer wordt toegepast en dat iemand echt tot de dood erop volgt wordt vastgehouden. Er zijn een aantal fundamentele aspecten die er mis aan zijn aan een levenslange opsluiting. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs geoordeeld dat levenslange gevangenisstraf zonder uitzicht dat dat torture is, dat het een vorm van marteling is. Waarom? Omdat er in principe geen uitzicht is op vrijlating. En wordt daarom ook wel een verkapte doodstraf genoemd. Het is zo dat straf bestaat uit een aantal verschillende facetten. Retributie of vergelding is daar een hele belangrijke van. Mensen hebben inderdaad verschrikkelijke misdaden gepleegd. Die dienen daarvoor gestraft te worden als genoegdoening voor de maatschappij. Maar er zijn ook andere onderdelen van straffen. Zoals een voorbeeld stellen naar diegene om het niet meer te doen. Het voorkomen van recidieven van deze persoon. En ook het voorbeeld stellen aan de grotere omgeving, aan de maatschappij in het algemeen, dat we dit soort gedrag niet tolereren. En wat we nu zien bij het opleggen van de levenslange gevangenisstraf, en met name het uitvoeren van die levenslange gevangenisstraf, is dat we met name kijken naar het retributie, dus naar het vergeldingaspect, waarvan we zeggen, het is een dusdanig ernstig vergrijp. We willen dat zo iemand heel lang, levenslang, wordt gestraft. En wat we zien bij hele lange gevangenisstraffen, als we het hebben over het stellen van een voorbeeld naar de maatschappij toe, zien we dat niet zo werkt. Dat het niet zo is dat als we iemand of een groep mensen een hele zware straf geven, dat er dan andere mensen die hypothetisch ook die zo'n vergrijp zouden plegen, dat die dat dan plotseling niet meer doen. Dat bijvoorbeeld een hypothetische moordenaar zou zeggen van, nou, ik haal nu de trekker maar niet over, want er staat 3 jaar extra op en dat wil ik niet riskeren. Zo werkt dat niet. Tegelijkertijd zien we dat er dat wanneer je mensen heel lang straft, dus laten we zeggen 10 jaar, 15 jaar, dat het risico om opnieuw de fout in te gaan veel groter is naarmate die gevangenisstraf veel groter is. Dus mensen verliezen contact met hun familie, met vrienden van vroeger, met toegang tot de arbeidsmarkt. En dat maakt uiteindelijk de kans dat ze opnieuw de fout ingaan na zo'n hele lange straf veel hoger. En we kunnen als samenleving zeggen, oké, indien we alleen maar uit wraak straffen, dat zij dan zo. Maar nog steeds zijn we het als samenleving met elkaar eens dat straffen verschillende doelen dienen. Zoals het stellen van een voorbeeld naar diegene zelf, als ook naar de maatschappij, het beschermen van de maatschappij, maar ook rehabilitatie. Dat is nog steeds, zijn we het daar met z'n allen over eens. Dus zolang we het daar met z'n allen over eens zijn dat iemand een tweede kans verdient, dat we moeten voorkomen dat indien iemand fout is gegaan, moeten voorkomen dat diegene het opnieuw doet, dan vind ik dat we daar ook in de strafmaat rekening mee moeten houden.